Vandaag ga ik Astro Studio aan jullie laten zien. Hoe jullie Astro Studio kunnen gebruiken, laat ik jullie aan het einde van deze video zien. Dus blijf kijken. Dus wat je moet doen bij, wat je kunt doen bij Astrobot Studio, je kiest een mod. Er zijn hier verschillende verkrijgbaar. Ja, ik ga voor nu even standaard backboard gewoon uitleggen. Cartoonify me. Use this mod. En dan zeg je wat wil je creëren. Eén exam. 2002. Dat is gewoon omdat dat mijn naam. En dan bijvoorbeeld shooting. En daarachter moet je MOD zetten. Nu gaat die de mod erin werken. Remix. Dat duurt altijd een half minuut. Dus nee, natuurlijk 60 seconds. En dan komt er hier 30 seconden te staan. Dus dan komen we hier op. Dit zijn allemaal AI gemaakte foto's. Maar we kunnen hier ook bij instellingen. Thumbnail. Een remix doen. Kijk, zie. Gaat die weer laden. Take up to 50 seconds. Dit screen duurt nooit 6 seconden. Dit wel. Dit duurt zo altijd 30. De meeste foto's zijn niet goed, maar als je er dan echt een vindt die goed is, dan kunt je die gebruiken. De maker heeft ook gezegd, alle foto's alle foto's mag je gebruiken. Het is niet zo dat je die niet mag gebruiken. Ja, dat is niet echt een mod die ik nodig heb, dus... Ja, bijvoorbeeld deze, de Faraonbart, dit is mod, moet je weer even remixen, heel makkelijk. Dus, het is ook volledig gratis. Volledig gratis, Astroblock Studio. Alleen het inloggen, of ja, het aanmelden duurt een maand, sommige 2 maanden. Bij mij heeft 1,5 maand geduurd volgens mij. Maar daar heb ik wel over omdat het zo makkelijk is. Kijk, zie je dit dan weer, de cartoonish stijl. Was dit inkom? Shooting game. De shooting game mod. Oké, dan komen we hier terug op de images en de... Oh, eigenlijk. Best tegen, maar wat je ook kunt doen, shooting game. Hupsakee. En dan zeg je remix. Show this again. Proceed.
En dan komen we hier dus terug op onze dingen. Dit zijn allemaal. Ja, dingen. Ik zie dus ook niet echt wat ik aan het zoeken ben. Ik heb ook nog niet zoveel met astrologie overweg, dus ik weet het eigenlijk niet. Niet precies hoe het werkt, maar de video is. Oké, ik weet niet wat dat gedaan is. Wat meer dan weet dat hij dan gaat verwijderen. Ja, dus. Oh, oké, duidelijk. Dus je kunt hier, dit zijn voorgestelde foto's. En dan kun je. Wauw, damn. Ik weet niet, waarschijnlijk gaat YouTube niet meer. Ik wil dat niet background dan is. Maar ik denk eerder dat ik die. Don't you see? Give your text name. Give your shooting. My description shooting name. Comma separate text. So, make white flower needle. Voor de rest ga ik nu. Nou, pas. Ik denk dat deze eerder het mooiste is, die in het groot stond. Die heeft ja, die heeft geen volledig. Volledig. Niet per. Dat we kunnen zien. Ja, zie je, dat heeft enkel de mannetje en een soort van een gun. Dat is, ja, ik denk dat niet een erg. Dan wordt dat letterlijk helemaal zwart en. Ja, dan moet ik downloaden even. Downloaden gaan we even. Retreat van het Mood Studio. En je kunt hier echt van allemaal mods kiezen. Kijk. Hupsakee. Dit zijn de basismods. Je kunt ook zelf mods maken. Kan ik zelf niet doen. Ja, ik weet niet wat moet. Dus. Maar ik wil nu eens doen. Shooting game wat ik zeg. Shooting game mod. En een remix waarvan. En dan ga ik nu, na de, als we een mooie foto vinden, ga ik na de, even uitleggen hoe je je kunt aanmelden op Astroblox Studio. Nogmaals, het duurt waarschijnlijk een maand tot twee maanden, tot dat, want het is mijn privélijst. Ja, het is een privélijst, ik heb echt twee maanden moeten wachten. Voordat ik zelf in de dingen kan komen. Ja, is dit een goede? Ik heb give me similar images. Dan komen er zo meteen similar images. Ja, zo. Eerlijk gezegd, dit is wel mooi. Dat is dus hetgene met RTX, de RTX mod. RTX maakt het sowieso mooi. Ja. Nu laden onze similar images.
Nu, kijk, dit is een mannetje. Staat hij helemaal van hier? Ja, nu. Oh, damn, deze ziet er goed uit. Kunnen we dan remove background? Ik weet niet hoe het er kijkt. Is dat een standaard toestel? Nieuw remake. Oh. Ja, nee. Ik wil eigenlijk dat hij focust op dit mannetje. Editor, regio. Wat dan? Fuck you. Huh? Zo goed. Damn! Ja, oké. Dat is een goede shit. Ja, dat is een goede shit. Dus ik heb een naam. 1.8.2003. Shooting, dan gaan we even kijken. Deze. Ja, ik ga. Voor de zekerheid om mijn achterblok zo slecht is met. Ik doe omdat AI, sorry. Niet achterblok. Omdat AI slecht is met vingers, ga ik deze ook doen. Publish remix. En ga ik je zo uitleggen. Dan remix is mijn remix. Dan neem je dus mijn remixes. Voor mensen, dit is mijn naam, Afenikam 8002. Dus bij remixes gaan ze remix aan 8002. Zo. Normaal moet je dan mijn remix. Nogmaals, ik weet niet of dat zo. Jawel, het werkt dus wel. Hier kunt u mijn remixes. Ik weet niet, verandert er veel als je ad doet. Ja, zonder ad werkt het ook. Zonder ad werkt het. Maar het gaat normaal, moet het ook kunnen met ad. Sorry, nogmaals. Sorry. Ja, nee, met ad gaat niet. Sorry voor mijn hond. Ja. Maar ik ga jullie nu laten zien hoe jullie kunnen aanmelden. Dus wat je doet, je gaat naar je searchbar, je typt in astroblogs.ai. Nou, dat betekent de computer maakt de foto's. Dan hier maakt je e-mail, dus ik ga van e-mail.jrietseid@gmail.com. Dat is, en dan kun je hier join waitlist. Op dit account heb ik nog geweken, dat heb ik nog niet gedaan. En dan krijg je normaal zo meteen een mailtje in uw inbox, mail van No Replay, van hey there, thank you for interesting in Astroblocks, currently access to our platform is invite only, but you have been added to the next batch of our waitlist. However, I like to let you in a little secret. You can actually skip the waitlist by joining the Discord server and inviting 3 other game developers. You know, dat moet ik een game developer en het moet ook gewoon mensen zijn die dat joinen op hun verzoek.
Dus jij moet hun een invite sturen en dan dat. Developers, you know them. Read start, hashtag start here for the team. There's a Discord server link. By doing so, you will also have the chance to hang out with your community and get a sneak peek of everyone's cool creation before the platforms become widely available. You will also be able to interact with our team and other members, ask questions and provide feedback. We look forward to welcoming you to Astroblox soon. That's the Astroblox team. Oké, dus dat mailtje krijg je dan en als je dan een code krijgt, maar dat staat zelf ook in de mail, dan ga je naar Open Astroblox Studio. En dan, ja, ik zal even uitloggen, dus log out. Dan enter je hier een e-mail, dus in het geval Engels. Ah, wacht, dan moet je eerst create account, dus ja, het is een heel stap, create account. Dan moet je code, dus Xbox, doet je code. Wacht. Ik heb eerst verify weer, enter een e-mail, dat is een e-mail, invite, omdat ik nog geen call heb gekregen. Ah, wacht. Oh, dit moet niet eens. Oké, dus wat je dus letterlijk moet doen is gewoon create account. Enter je code hier, dus hier moet je code invullen, die je dan krijgt in de mail. Dan check codes, maar nogmaals, dat duurt 1 tot 2 maanden. Hangt er vanaf hoeveel geluk je hebt. Dus check code. En dan. Als je de code hebt, staat er dat je een e-mail moet invullen. En als je een e-mail invult, dan kun je op. Moet je ook een paswoord invullen natuurlijk. En dan kun je op astroblox.ai. Naar mijn mening is het handig en volledig gratis. Laat weten wat jij van deze app vindt. En dan zie ik jullie bij de video. Tot later.